Want hier zitten vier melodieën op. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze ook een hele grote trommel maken waar de tien op zit. Of is dat? Ja, dat is niet gebruikelijk, hè? Nou, we hebben het vandaag op een toren. Ja. Dus vandaar dat we dus meer werken op de monumentendag. Dat doen we meestal op de monumentendag. En mensen die dit komen bezoeken, wat is er zo speciaal aan? Wat ja, hier kunnen zien? Kijk, je komt natuurlijk niet zo vaak in een toren. En als wij de toren openstellen, dan kunnen mensen boven kijken. En ja, die vinden het prachtig vaak. Ja. Hij ziet dingetjes wat ze misschien helemaal niet verwachten. En wat wij hier zien, hoe heet dat? Dit is de trommel. Ja. Hier zitten vier melodietjes op. Ja. Elk kwartier speelt hij een melodietje. Dus die trommel die draait. Ja. En als die dus om 12 uur, dan zit het melodietje van 12 uur zit bij deze voelers. Ja. Ja. En dan, hij komt van onderen, dan beurt hij zijn voeler op. Op deze manier. En als hij dan los schiet, dan hoor je die toon. Okay. En zo heeft dus elke toon die we nodig hebben voor een bepaald melodietje, is hier opgezet. Dat zijn vaste tijden. Dus als het 12 uur is, dan horen mensen hem zeg maar, ja. In de omgeving? Dagelijks. Of dagelijks? Ja, ja? Van 's morgens 8 tot 's avonds 8, zeg maar. Ja, maar... Wordt dus de tijd aangegeven of aangekondigd door de melodietje wat hier gespeeld ingesteld is. Ja, en zijn daar ook nog richtlijnen voor de kerk? Zo van, dat mag wel, dat mag niet, die tonen mogen wel, die tonen mogen niet? Nee. Deze toren is van de gemeente. Ja. En daar heeft de kerk verder geen inspraak in. Oké, okay. Dus, want het zit wel in de kerk. Het zit wel in, de toren is van de gemeente, de kerk niet. Oké. Okay. We hebben de drie manieren om het carillon te laten bespelen. Ja. Dat is natuurlijk als de bij die je zelf speelt, ja. Maar die is natuurlijk niet de hele dag hier, dus nee. Dat kan natuurlijk. Dan hebben we de andere mogelijkheid, dat is dus de trommel die elk kwartier speelt. Ja. En dan hebben we boven nog de primaat. Dat is een hydraulisch systeem, wat we dus via internet kunnen bedienen. Ja. En dan kunnen we ter plekke heel snel melodietjes opzetten. Okay. Dus dat zijn drie mogelijkheden. En dat is eigenlijk via de pc? Ja, via de pc. Dus bij die kan thuis een melodietje invoeren, stuurt hij hierin en wordt hier gelijk gespeeld. Hij is wel zacht.